wordt ieder jaar getest, want je weet natuurlijk nooit. En als je niet test, weet je ook niet of dat het werkt. Er waren woensdagmiddag weer schotten in de binnenstad te vinden. En nee, dan heb ik het niet over die mensen met doedelzakken, maar over vloedschotten. Want die vloedschotten moeten een beetje extra zekerheid bieden als komend hoogwaterseizoen het waterpeil weer stijgt. De vloedschotten worden geplaatst bij een NAP-hoogte van het water van 2,80 meter plus. En dan de bovenkant van de schotten zit op ongeveer 3,30 meter plus. Maar 2,80 meter, 3,30 meter, dat zijn getallen die we afgelopen jaren nog niet hebben meegemaakt. Nee, gelukkig niet. Nee. Dit jaar in februari hadden we hier maximaal 2,10 meter. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Het kan altijd gebeuren. Als je een goede noordwestenstorm hebt en een flinke regenval en een flinke afvoer via de rivieren, ja, dan kan het water hier aanzienlijk stijgen. Het doel is dat wij staan nu aan deze kant van het schot aan de Boomstraat, dat het aan de andere kant van dit schot droog blijft. Dus in principe staan wij nu op het buitendijksgebied van de binnenstad. Ja, want het is bijvoorbeeld, want de Voorstraat wordt dan, is een dijk, wordt als dijk gezien in ieder geval. Is het dan hiernaast echt veel lager ook? Sommige plekken zijn aanzienlijk lager, ja. En de Voorstraat is natuurlijk ook niet helemaal op hoogte als primaire waterkering, als dijk. En daarom worden al die schotjes geplaatst om die laatste halve meter nog even te winnen. Ja, want voor de duidelijkheid, bijvoorbeeld ook voor winkels op de Voorstraat worden dan schotten geplaatst. Het is dus niet per se het doel dat het water niet die winkels inloopt. Nou klopt, het is de bedoeling dat het water in de winkel blijft staan en niet de Voorstraat oploopt. Ja, zat er een beetje schot in de zaak vandaag? Er zat schot genoeg in de zaak, ja. Heel veel schot.